het kweken van je eigen kruiden en groentes, dat blijft gewoon heel erg populair. Tegenwoordig kan dat eigenlijk heel makkelijk als een hanging basket. Niet zoals in Engeland wat we daar zien met prachtig mooie bloemen erin, maar in dit geval helemaal vol met kruiden. In eerste instantie ga ik de eerste laag potgrond erin gooien. Ik doe hem nog niet helemaal vol en dat heeft een bepaalde reden. Dan pak ik deze pot erbij. Dan zet ik hem hier erop. En snij hier met het mes heel even een kruis erin. Nou, daar ga ik aan de onderkant, want ik wil ook wat bloem erbij in hebben. Doe ik in dit geval wat viooltjes erbij. Je ziet die viooltjes zijn heel mooi rond blijven groeien. En wat ik doe is ik beschadig heel even iets de wortels. Zodat hij zich dadelijk prima gaat hechten in de potgrond hier binnenin. En plant hem nu aan deze kant zo erin. Dit wordt de laatste. En dan heb ik hem heel mooi al in de rondte de plant al een beetje verdeeld. Dus even kijken, die mag hier aan deze kant nog even bij. Dan pak ik de potgrond nog heel even erbij. En dan vul ik hem verder af. Ik wil graag het kokos een beetje wegwerken. Dus wat ik nu nog doe, ik pak heel even wat mos en ik ga dat over nog een klein beetje ertussen stoppen. Daarnaast ben ik gaan kijken van wat voor planten hebben we nou allemaal op dit moment. Ik zag peterselie, dat vind ik altijd wel lekker om te gebruiken. Dus die gaat hier mooi aan deze kant erin. Ik zet hem iets schuin, zodat hij hier dadelijk ook al mooi een beetje aankijkt. Tijm, dat vind ik ook altijd. Het ruikt ook zo lekker, maar ook heel mooi. Ik heb de bonte variant genomen, zodat ik bovenin ook nog wat kleur hou. Ook de wortels hier heel even iets laten schrikken. En die zet ik er ook weer iets schuin in. Salvia, pieslook. Nog een oregano. Dan heb ik hier aan de zijkant nog wat ruimte over. En daar kan de hele griesem bij. Voorzichtig aandrukken. Om het mosgevoel nog een beetje door te laten lopen, werk ik ook de bovenkant nog een beetje af met mos hier aan de zijkanten. Zodat je echt wel het gevoel hebt dat het wel lekker lang hier in die mand heeft staan groeien. Het enige wat vaak lastig is met water geven, is dat het er heel snel eruit kan lopen. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb hier van die kleine kweekpotjes gepakt. Ik zal er eentje uithalen, dat zijn deze. Dus wat ik doe is in het midden hier graaf ik heel even het potje in. En dat wordt eigenlijk het plekje waar ik dadelijk de planten water ga geven. Dus als ik ze water ga geven, gooi ik dat vol. Loopt dat water langzaamaan verder in de mand. Ik geef de rest van de mand natuurlijk ook water. Maar dat maakt het net even wat makkelijker om je planten dadelijk water te gaan geven. Ik wil natuurlijk ook dat ze flink gaan groeien. Dus ik heb hier wat meskorrels meegenomen. Achterop staat precies hoeveel je er nodig hebt. Ik doe er in dit geval pak ik er 4. En die steek ik hier aan de zijkant eventjes ertussen. Zodat ook mijn kruidenplanten dadelijk voldoende voeding hebben. Deze voeding is voldoende voor, laten we zeggen, 3 maanden. Dus na de 3 maanden dan is het verstandig om weer heel eventjes bij te mesten. Zodat de planten ook lekker flink kunnen doorgroeien en dat je veel oogst hebt. Nou, zoals u hier kan zien, het enige wat we nou nog moeten doen is natuurlijk de ketting, want ik wil hem op gaan hangen. Als je met kruiden gaat werken, kruiden, groentes, die staan vaak wel het liefste zonnig. Niet de hele dag in de volle zon, maar wel graag wat zon erbij. Dus daar moet je even op letten. Hoe zonniger ze staan en hoe meer in de wind, hoe meer water ze nodig hebben. En vocht of wind is natuurlijk niet zo heel erg goed. Maar deze, die ga ik hier dadelijk ophangen. Kijk, op deze manier. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Prachtig, hè? En het leuke is, het ruikt super. En als we een keertje gaan eten, pluk ik ze lekker voor mijn eigen hanging basket.